Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. Deze wiskundevideo zal gaan over grafieken aflezen en is een toevoeging voor mijn leerlingen voor het boek Getal en Ruimte VMBO Basiskader, hoofdstuk 2, paragraaf 1, die je kunt vinden op bladzijde 64. In deze wiskundevideo gaan we het over twee dingen hebben. We gaan een grafiek leren aflezen en daarna gaan we een snijpunt in de grafiek bekijken. Een grafiek aflezen is niet heel moeilijk, maar je moet het wel goed doen. We willen gaan kijken hoeveel euro Jan verdient als hij 3 uur werkt. De horizontale as gaat over tijd in uren, dus ik zoek 3 op de horizontale as op en ga recht omhoog tot ik tegen mijn grafiek aankom. Zodra ik tegen mijn grafiek aankom, ga ik daarna recht opzij en kom erachter dat 15 euro de verticale as hoort bij die 3 uur. Dus Jan verdient 15 euro als hij 3 uur werkt. Laten we dat nog een keertje gaan doen, maar nu voor 5 uur werken. Ik ga weer op de horizontale as naar 5, want de horizontale as gaat over tijd in uren en ga recht omhoog. Als ik dan recht opzij ga, dan geeft hij niet precies aan hoeveel euro Jan verdient. Ik moet dat even inschatten. Als ik inzoom, zie ik dat ik ietsjes boven de helft zit. Dus waarschijnlijk verdient Jan ongeveer 23 euro. We kunnen dit ook omdraaien. We zouden ook kunnen zeggen, stel dus Jan verdient 31 euro. Hoeveel uur werkt hij dan? Omdat ik weet dat de verticale as gaat over inkomsten in euro's, ga ik vanuit de verticale as op 31 recht opzij, net zolang tot ik tegen mijn grafiek aankom. En als ik dan naar beneden ga, zie ik dat Jan dan 7 uur heeft gewerkt. Stel nou eens, ik teken een tweede grafiek. Deze grafiek gaat over de bijbaan van Els, hoeveel Els verdient als zij een bepaalde hoeveelheid uren werkt. Dat is in dit geval de groene lijn. Die twee lijnen die snijden elkaar in een punt. Dat noemen we ook wel het snijpunt. Als we vanuit dat punt recht naar beneden gaan, zie ik dat Jan en Els allebei 4 uur werken. En als ik dan opzij ga, zie ik dat ze allebei 19 euro verdienen. Dit is de enige plek waar Els en Jan evenveel tijd werken en evenveel euro verdienen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze wiskundevideo en ik wens je heel veel succes met de opdrachten. Mocht je nog meer video's willen zien van dit hoofdstuk, kun je op de afspeellijst drukken. Of misschien wil je gewoon een nieuwe wiskundevideo bekijken. Mocht je nou geen leerling van me zijn, maar heb je nog wel vragen, kun je een opmerking achterlaten. En dan probeer ik hem zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik wens je een hele fijne dag.